Pagina 21. Het gaat over de dorpen, wat een historie en dorpen. Broekland. Broekland is genoemd naar Broeklanden. Drassig en laaggelegen land, ja. Dat wordt omringd door een afwisselend landschap. Even laten staan. Ja. Het is een gastvrije gemeenschap. De bewoners steken graag zelf de handen uit de mouwen als het gaat om de leefbaarheid in het dorp. Het cultuurhoes is daar een goed voorbeeld van. Jongenhout maakt gebruik van voorzieningen zoals een winkel, peuterspeelzaal en een natuurlijke gemeente ter inschrijving aan. De echtscheiding is dan pas geschreven als het vonnis is ingeschreven in de... Kun je op de pagina iets verder zetten of is dat niet wel? Ja.